Mijn naam is Maureen Prins, ik ben 37 jaar en mijn bedrijf is Solar Cinema. Solar Cinema is een mobiele bioscoop op zonne-energie. Dat is een busje met zonnepanelen op het dak. Daarmee laat ik stroom op in accu's. En ik reis overal rond om in de open lucht buitenfilm te vertonen. Bijvoorbeeld midden bovenop een berg in Ecuador was ik laatst. En dan kunnen we film vertonen voor iedereen die het maar wil komen zien. Ik ben zelf filmmaker. En het idee van een mobiele cinema kwam van vrienden van mij in Engeland. Die hadden een soortgelijk projectje, deden af en toe een vertoning. En ik dacht, wauw, dit is echt fantastisch. Ik kan als filmmaker, kan ik een busje bouwen, kan ik zonne-energie gebruiken, totaal onafhankelijk zijn. En ik kan het hele filmproces, film maken, maar ook het film vertonen, dus overal naartoe brengen. Timmeren inmiddels hard aan de weg en exploiteren het idee en het concept onder de naam Ecocinema ook elders in de wereld. Dat wil zeggen dat ik het idee franchise en inmiddels hebben we al 5 busjes in Latijns-Amerika rondrijden. En we willen eigenlijk de hele wereld over, dus dat ieder continent in de wereld zo'n busje heeft en dat we nog meer films naar de meest rare plekken kunnen brengen, zodat iedereen van film kan genieten.